in de eerste plaats hartelijk welkom. We gaan straks ook iets leuks doen en dat gaan we geloof ik buiten doen, ook voor het plaatje, voor de pers. Maar ja, goed, naar aanleiding van de recente gebeurtenissen zijn we ook wel erg nieuwsgierig hoe het met jullie gaat. Want dat zijn natuurlijk dingen die jullie doen dat nogal impact heeft, die van grote betekenis zijn. Maar ik kan me ook voorstellen, ik heb ook op jullie site gekeken en wat persoonlijke verhalen en ervaringen gelezen. Ik denk, nou, het is niet doorsnee werk dat jullie doen. Maatschappelijk vaak van enorme meerwaarde. Maar jullie moeten daar mee dealen. Veel professionaliteit bij jullie, met allemaal verschillende functies. Maar uiteindelijk gaat het toch om hele belangrijke dingen. Waarbij mensen centraal staan. Dus ik ben ook heel erg nieuwsgierig hoe het met jullie is op dit moment. Nou, brand maar los, jongens. Het enige wat ik erop kan zeggen dat de moeheid is aan het weggaan. En de fitheid is terug aan het komen. En dat het goed gaat. Naar omstandigheden. En dat is de omstandigheden zijn dat je, ja, het is logisch dat je moe bent. Ja. Ja. Het is een week van 6 uur op, 6 uur af. En in omstandigheden die je niet dagelijks treft, wat je niet gewend bent. Dus nee. Dat is even wennen. Ja. Ja. Is dat niet heel onwerkelijk om dan opeens weer terug in dat geordende Nederland te zijn, terwijl je in een gebied hebt gewerkt, totale chaos en... Het is een heel tegenstrijdig beeld. Ja. En dat moet ook wel even acclimatiseren weer. Maar daar hebben we gewoon een heel mooi team voor, met z'n allen. Zeker. Kunnen dat, Want jullie zijn vaker in het buitenland geweest, hè, bij zoekoperaties, reddingsoperaties. Maar dit, een week lang, 6 uur op, 6 uur af, in een situatie die je nooit eerder hebt meegemaakt, dat heeft wel heel veel impact. Ja, zeker ook op de omvang. Hè? Dus ja. Het is heel surrealistisch. Het is niet te vatten. Het is niet te begrijpen dat je een stad... Ja, ik denk 2 keer zo groot als Arnhem. Nog een stukje groter nog. Ja, er werd ook wel gezegd, de grootste provincie Utrecht. Dat je dat, dat... Er staat niks meer. Of er staat wel, er staan huizen. Ja. Maar het is niks meer. Er zitten geen ramen meer in. Je kunt gewoon zien dat het geschud is. Dat alles scheef staat. Dat er niet meer in geleefd kan worden. Puinbulten niet voor te stellen. Net zoals hier de huizen. Zo hoog. En daar liggen dan nog mensen onder. Ze hebben eerst door het puin heen de wegen vrij moeten maken om überhaupt te kunnen gaan bergen. Als je daarin komt, als je daarbij komt, dan denk je, waar zijn we hier in beland? Ja. Tegelijkertijd ben je heel erg van betekenis voor mensen, een aantal levens gered, maar ook mensen en nabestaanden rust geven, zodat ze weten dat hun familielid in ieder geval geborgen kan worden. Ja. En vooral de laatste 2 dagen, hè, want we werken dan ook s'avonds, s'nachts. En als je dan vanuit ons basislager naar de plaats gingen vooruit, we gingen werken. Ja, als je dan daar naartoe rijdt en je ziet dan hele kolonnes met diepladers, met graafmachines, zo'n gebied ingaan, dan weet je wat er gaat gebeuren. En als je, zoals wij, ook wel wat meer informatie hebben over wat er bij rampen gebeurt na 10 dagen. Ja, dat er dan echt opgeruimd moet gaan worden, dat er dan echt gedesinfecteerd moet gaan worden. Ja, om geen epidemieën te krijgen. Ja. Dan weet je gewoon wat er gaat gebeuren. Dat voelen die mensen ook. Hè. Dus je komt zo'n stad binnen, hè, en dan zit daar familie bij zo'n puinbult te waken. Of mensen, die familie van hen, die nog daaronder in de puin liggen. Nou, als je dat dan daar aan bij kunt dragen om die mensen nog een waardig afscheid te kunnen geven, dat doet wel wat. Ja. Ja. Hebben jullie ook iets van een omslagpunt gemerkt? Op een gegeven moment kwam bij ons in de pers dat voor sommige groepen hulpverleners wat onveiliger werd om te acteren, omdat de bevolking ook een wat andere houding aannam, ook natuurlijk gefrustreerd door de trage... We hebben één keer meegemaakt dat iemand heel boos was en terecht. Want die had een paar keer om hulp gevraagd omdat hij nog mensen onder het puin hoorde. En er kwam gewoon niemand en die was heel boos. En toen wij kwamen en toen... Er stond er ook gelijk politie bij je en militairen stonden er ook bij je. Maar die meneer die kalmeerde wel totdat hij zag ook wat de honden deden. En daarna zijn er nog 3 mensen uitgehaald. Goed.
Jullie zijn pas gegaan toen je wist van, dat er ook plek is waar je tent neer kunt zetten en dat er ook bescherming is. Maar dat was in de praktijk toch anders. Ja. Eigenlijk zijn we gegaan toen we wisten dat we toegevoegde waarde hadden. Ja. Kijk, we weten als je naar zulke gebieden toe gaat, naar zulke rampen toe gaat en je gaat daar, je stapt hier in het vliegtuig en je gaat daar naartoe. Hè, en je komt op, dan kom je vaak op een vliegveld kom je in een kamp terecht. Hè, en je komt bij zo'n kamp en je zit in een kamp en je wordt niet verder geholpen. Of zoals wij met renningshonden. Wij zijn geen bergingseenheden. Dan moet je dus, dan bij daar, dan heb je wel honden bij je, maar je hebt niks. Nee. Nou, dan moet je dus eigenlijk een werkverschap aangaan met een bergingsgroep of met het leger. Dan heb je toegevoegde waarde. Ik las dat jullie ook veel materiaal beschadigd en... Ja, we zijn heel veel spullen kwijtgeraakt, ja. Doordat het niet gelabeld werd. Want wij zijn van op de terugweg via Hatay gevlogen. En dat was op de heenweg, konden we daar nog niet landen, omdat het vliegveld ook helemaal beschadigd was. En daar zijn we met helikopters naartoe gevlogen vanaf Adena. En terug konden we wel, maar er kon nog niks gelabeld worden. En toen moest het overgezet worden in Istanbul. En daar is het waarschijnlijk gewoon allemaal fout gegaan. Okay. Ja, rugzakken, slaapzakken, kleding, bandjes. We zijn toch niet helemaal in de reguliere procedure? Nee. Dan mocht je vaak achterlangs, dat werd netjes verzorgd. Ja. Ja, en als je dan niet in de procedure valt en het gaat mis. Gaat alles mis. Dan staat er wel was op. Ja. Ja. Maar zijn jullie onthand nu? Ja, hij heeft geen bench. Ja, en we hebben tenten achter moeten laten. En het was ook wel heel slecht met hygiëne. Het was echt heel erg slecht daar in dat kamp waar we zaten. Want iedereen moest maar gewoon op een helling naar beneden waar een rivier liep, moesten we allemaal maar gaan zitten en je behoefte doen. Nou, het was gewoon smerig. Ja. Het werd wel iedere keer opgeruimd, maar niet vaak genoeg. Ja. En zij is naar de Hongkong en de Peking Chinezen gegaan, want die hadden toilettenten. Nou, dat was nog te vies om langs te lopen. Dat was heel slecht. Toen hebben we ook gezegd, van, als we weer weg moeten, moeten we echt gewoon zorgen dat we toilettenten hebben en douchetenten. Ja. Maar jullie hebben als groep een aantal mensen levend kunnen redden en een aantal mensen kunnen bergen. Hè? Ja, nou, de bergen hebben wij niet gedaan. We hebben het wel gelokaliseerd waar ze het dichtstbij waren om te bergen. En wij kwamen van de week tot de ontdekking dat het er geen 10 waren, maar dat het er 11 waren. Ja. Die dus 11 mensen gelokaliseerd? Ja, die levend teruggevonden zijn. Die dus 11 mensen gelokaliseerd, die dus levend. Levend. Door de reddings, door de bergingsgroepen van SAR. Dus van SAR uit het puin zijn gehaald. Ja. Door de aanwijzing van de honden op het puin konden hun. Kijk, je moet, is niet voor het eigenlijk een puinbult zo groot als hier het hele plein. En dan huishoog. Daar moeten mensen in liggen. Ja. Volgens familie leidde hun familie daar. En er kwamen ook signalen dat daar nog levende mensen. Maar waar? Als je een grote puin, waar ga je aan de gang? Dus dan werd eerst gekeken of het veilig was. En dan niet zozeer qua omgeving, qua mensen eromheen. Maar ook qua gas, chemicaliën, dat soort zaken. Dat deden ze. Op het moment dat hun het veilig achter voor ons, werden wij opgehaald. Gingen wij met 200 en een team leidde daar naartoe en dan werden wij op het puin gezet, zoals wij dat dan noemen. Gingen we lokaliseren waar wij ongeveer dachten dat de slachtoffers waren. En dat werd dan doorgegeven aan de teamleider van SAR. En dan werd er vaak nog door het leger met warmtecamera's en met geluidsapparatuur werd er gehoord ongeveer dat ze precies wisten waar ze naartoe moesten. Nou, we hebben daar filmpjes van, ik geloof, of we dat bij ons hebben, weet ik niet. Maar die jongens gingen er naartoe en er zijn gangenstelsels in het puin gemaakt van 30 meter. En echt, dan zie je die jongens, echt, dan zie je jongens helemaal in elkaar zitten, zulke ruimtes, zulke gaten. En dan gingen ze stutten naar mijn werkers en dan gingen ze naar het slachtoffer toe. En zo hebben we er mede voor gezorgd dat elf mensen uit het puin kwamen. Heel veel respect. Ik ben een keer bij jullie op een training geweest en dat vond ik wel heel indrukwekkend. Tussen alle afval enzovoorts, maar dit is inderdaad wat je zegt Champions League. Ik denk dat bij de gemeente geldt dat er heel veel waardering is. Je ziet ook een reactie op social media en in de media. Heel veel waardering is dat jullie dit doen. We kunnen als gemeente zeggen, we maken iets over aan 555, maar als de
in onze gemeente de RHWW hebben. Volgens mij staat het tegenwoordig voor reddingshonden wereldwijd. Ja, ja, de laatste W, ja. Ja, en als jullie dan daar ja, voor tenten en misschien toilettenten enzovoorts moeten hebben, laten gewoon eens twee gemeenten samen een bijdrage doen in financiële zin en zo een cheque overhandigen. Ja. Dat is voor geweldig. Ja. Dat is echt heel fijn. Heel fijn. Ja. Nou, laten wij beginnen. Ja, prima. Ja. Nogmaals, super dat jullie dit doen als vrijwilligers met gevaar voor het leven van de honden en jezelf in een ja, heel erbarmelijke situatie dat jullie mensenlevens hebben gered. Nou, daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. Dit als een bijdrage ja, geweldig. In de grenzen en nieuwe voorzieningen. Kunnen we er komt ja. Nog een ander moment dat andere mensen ook weer een proef op jullie doen. Ja. Zeker weten. Nou, ik weet niet wat ik zeggen moet. Dankjewel. Ik vind het vol geweldig. Nee. Dankjewel. Wij zeggen dankjewel. Dankjewel. Maar ik vind nogmaals, als je een Pien, als je een reddingshond hebt, vind ik ook dat je verplicht bent om te helpen. Ja, maar toch. Meen dit, ik. Dit zijn wel extreme situaties, hè? Ja, maar toch. Ja. Ja, het is super dat jullie dat ook als team elkaar daarin steunen. En dat het niet eentje is van, ik heb iemand gered, maar dat jullie dat allemaal. Als team ja. Doen. Dat vind ik ook heel, heel geweldig, heel inspirerend voorbeeld. Ja. Kunnen heel veel mensen nog een voorbeeld aan nemen? Nou, ja. Toch? Ja, zeker. En als dank hebben wij ook voor de burgemeesters een aardigheidje. We geven het nooit zomaar weg. Oké, okay. Mogen het openmaken? Ja, je mag het openmaken. Ja. Ja. Dus geen check. Geen check. Geen check? Nee, dat zou niet goed zijn. Hè? Oh, super. Oh, hartstikke mooi. Gaan we even kijken. Kijken hier. Ja.